99. Wat? Fucking sick, toch? Dat soort bedragen ga ik wel goed op altijd. Helemaal per toeval. Dan is het namelijk geen toeval meer. Oké, hier, dit is totaal van deze andere kassa. 16, 5, 1, 2 onthouden. 3, 5, 9, 11, 18, plus 4 is een 2, 2 onthouden, 2, 4, 21. En wat was de beginkassa? Hier. Kan het zijn dat er in totaal 70 euro aan merchandise is verkocht? Ja. Althans bij mij wel. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar het zou wel kunnen. Ik heb zelf computertijd. Ik weet het. Er komen vandaag boodschappen, yes, en morgen ook. Waarom? Vandaag komen gewoon onze eigen boodschappen. Morgen voor eten op woensdag en de oudjes. Oké. Okay. Bijzondere bedragen of gewoon normaal? Nee, van vandaag is volgens mij iets van 2,5. Of kan ik wel zien? Kunnen wij zo de computer claimen voor de knaakjes? Ja, eigenlijk sta ik op de rust. Ik ben niet zo heel lang bezig. Ik denk 5 minuutjes of zo. Oh, dan is... 3,16 en 2,15. Oh. Toch? 5 minuutjes redden ook. We weten alle kosten zo'n beetje. Dus. 240 beveiligers. 2 beveiligers, toch? €30 ex. Volgens mij heb ik er 3 gezien. 3? Oké, okay, dat is 3,60. Waarom heb ik er 2 gezien? 2 dacht je ook? Met 200 mensen en geen zuipevenement zou 2 ook wel schappelijk zijn, zeg maar. Op een gegeven moment zag ik 2 beveiligers bij het plateau zitten, tijdens de film. Was er ook ja, misschien dat er eentje gewoon vermomd als publiek is gekomen, met een bakertje in zijn hand, wanneer het uitgedronken wordt. Of wel af en toe als hij opvalt. Of het bakoblikje dan leeg gieten en dan water erin doen. You also so creative. Oh, alweer. Alweer. Ik ook al. Voel ik zo moe van. Dit is echt misschien het 12e bericht. Jens, had je een muntje bij de merch ook meegeteld? Ja. Oké. Okay. Helaas wel. Lagen er veel dingen in de sale, ja, hè? Ja, volgens mij genoeg. Dus waarschijnlijk hebben we 3 tientjes winst gedraaid op de merch. Dat is toch allemaal zo gek nog niet, Jens? Weet je wat we hebben verdiend op de rondleidingen? Nou? Nul. Vergeet een muntje te vragen. La 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 la. La 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 la. Het staat godverdomme zelfs op dat papier. Die ze waarschijnlijk zelf heeft getypt en uitgeprint. Nou, dat heeft hij ze waarschijnlijk gedaan. School. Ik ga het ook even expliciet benoemen. Rondleiding 0. Kassa's done. Nee, geen tattoo gezet, geen Survivor X verkocht. Merchandise, €71. Rode loper moet erbij als kosten. Ger, mag ik even kijken? Tuurlijk, Messias. Matisse, s'il vous plaît.
De soldaat gaat wel staan, de matroos. Ja, te beschermen tegen het kwaad. We letten niet, hè? Wat is die voor pleur? De merchandise inkoop wel, inslag wel. Nee, hoe kan het dat we... Wacht even. De polies zijn toch 1 op 5, de inkoop? Ja. Dan zou het toch boven de... Dan zou het veel minder moeten zijn. Even kijken, hoor. Nou, we hebben daar een 1,2 prijs per stuk voor de Waves hebben er volgens mij ten aangekoppeld. Okay. Waves batterijen, afschrijven van het apparaat. Dan mogen we hem wel verhogen naar... Even kijken. Beveiliging, zei je 2,40, hè? Ja. Prullenbakken niet. Reiskosten niet. Even kijken. Nou begint het feest. Wacht even, deze moet ook... Opname plus montage. 3,50. Is ex, hè? In. Heeft hij 21% overbreken, neem ik aan. Opname plus montage, pop, up, ja, bioscoop. Doe maar. Stoelen, ja. Is 1060 in de BTW. Ach, dat gaat niet. Rode loper. 86 euro ex. Is die kleintje ook meegereden? Kleintje? Nee, maar dat zijn aparte kosten die gemaakt zijn. Dat was inclusief confetti 9 euro, volgens mij. Even kijken. What else do we got? Ja, die prularia die we niet gebruikt hebben. Dit kleine rode lopertje en 2 keer confetti kanonnen. 9 euro. Rode slinger. Dus confetti. 9. Ja. Hebben we nog betaald voor... Hier moet dinges nog bij. Monira. Ja. 300 euro. We hebben ook nog reiskosten betaald. 75 euro voor visagie tijdens de opnamedag. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ja. Dan hebben we Monira, Waffel en de visagist. Saro. Ja. Kijken. What else is there? Speaker, muziek. We hebben geen muziek aangekocht. Wat een beveiliger. Rode loper, stoelen. Accuwissel. Nieuwe inwoner, jongens. Moment kijken, hoor. Emotionele schade, ja. Hey, maar de grootste kostenpost gaat het worden als die stoelen niet goed geretourneerd worden. Maar is daar wat mis mee? Nou, volgens mij hoor je dat soort stoelen gewoon wel helemaal schoon terug te geven. Ja. Ik weet niet of ze schoon zijn. Straks krijgen we weer een naheffing van de schoonmaakkosten. Ik weet niet of ze hem ook misschien gewoon standaard hier vanaf de zijkant zie ik al viezigheid. Oké, even kijken. De grasmaaier is stuk gegaan tijdens het maaien. Ja, die rekenen we er niet mee, toch? Nee, natuurlijk niet. Kan natuurlijk wel. Hey, een pak check voor de bezoekers. Ja, die zit er wel bij, ja. 10 euro. 1 pak? Ja. Ja, dat is 8 euro. Yes. 8,90 plus vloei. En tips. 9,20. Wat zoek je? Heb ik hier niet. Plus 1 euro tip. Peace. Hoeveel was het nou? Tientje? Ja. 8,90 euro is vloei. 30 cent is... Oh, 45 euro bloemen of zo. Die zijn ze van de zakgeld betalen. Ja. Nou, ze zei wel dat als het voor zichzelf was geweest, had ik gezegd, doe maar van het zakgeld. Maar het is voor Hiske, Monira en Baffel. En het is in principe al benoemenswaardig dat ze aan een ander denkt. Dus dat nee, dat heeft Mariska haar geadviseerd. Oh, dat was 47,85 euro. Schade Gerrit. Dat wil ik ook uitgekeerd hebben.
Voor de sok. Hey, het voorlopige resultaat bleef hetzelfde. En is er iets misgegaan. Oh. Hij heeft de helft van de kosten niet meegenomen. Oeh. Even kijken, maar dit is ook een net wat lagere kaartprijs. Kijk eens. Ja, we hadden hem al gekeken. Nou, dat is wel weer lief, maar dan moeten ze wel afrekenen. Wordt afgerekend als het goed komt. Oké, okay. Ja. Zo, ah, zo. Ook. De kaartverkoop zit er nog niet in. Ja, wel, maar ik was even aan het kijken wat nu uiteindelijk de ticketprijs was geworden. 7,50. Oh. 260 verkocht, of we net praten. Ja, we kunnen niet meer alles annuleren. Wat er dus customer deleted is, dat kunnen we niet meer annuleren. Ja. Dat is wel verrot. $254. Ah, zelfs nog ram veel. 40 trouwens. Ja. Even kijken, want de kaartverkoop was dus... Bodies hebben, entree hebben, rondleiding hebben. Hebben we niet, maar hebben we. Voel je veilig op dit moment? Ja, super. €6,30. Oh. €6,30 in. Ja, en €25. Nou, dan ga je verlies draaien. Nee, nog net niet. Behalve als we de... acteerlessen. Had je die nog niet tussen gezet? Nee, Munira 300. Of is dat voor tijdens de draaidag? Acteerlessen. Oké. Ja. Voor tijdens de draaidag, voor de komst op de avond en... Ze is hier 4 keer geweest. Oké. Daar is ze alle 4 voor betaald en dat is €300. Goed, goed. Heb je 200 mensen op het trein, maak je winst van €138. What the fuck gebeurt hier? Ik wou hem even draaien. Maar dat kan zeg maar niet als je... Ah! Ah. Maar ja, onderaan de streep hebben we €138 overgehouden. Hebben enorm gelachen om een film. En zijn de acteerlessen er wel in verrekend. Maar daarentegen, ja, 200 mensen op het terrein, dan moet je gewoon ten alle tijde meer overhouden. Nieuwe inwoner. Oh, lachen. Ah! Wat had je gezegd? Adriaan! Even kijken. Ik ben zo bang dat we nog dingen vergeten ook. Even kijken, wat is de inslag van de entree? Dat is 30%. Schappelijk. Wat natuurlijk wel scheelt is qua wijn en dat soort dingen. Daar hadden we natuurlijk allemaal nog staan. Alles wat je daarvan verkoopt, heb je geen inkoop hoeven doen. Maar om geen vertekend beeld te geven van het evenement, moet wel gewoon inslag berekend worden. En die rode slinger, zit die er ook al bij? Ja. Maar die confetti-kanonnen waren toch van €9? Nee, ik dacht dat die rode slinger, die was €5,95. Maar zo'n confetti-kanonnen maar 2 piek. Ja, dat was het. Ah, dat is fantastisch. De hele dag confetti-kanonnen voor dat geld. God, ja. En we hebben ook nog uren staan opruimen, dat is fantastisch. Ja, dat is wel echt genieten, ja. Deze is even fout, helaas. Oh. Ah, dat is jammer. Wat? De kaartkoop was op basis van de X, hadden we hem berekend. Nee, of van de ink. Ja. Dat is even jammer. Ja. Wel, hè? De min. 48.
Maar dat is wel gebaseerd op basis van... 170 gedaan. Ja. Dus en... 30 gedaan. Even kijken. Dat is wel veel. 27 nog, dat zit 3 gratis kaartjes. Kijk hoeveel. Die betaal je gewoon eigenlijk. Sorry, kusje, kusje, kusje. Probleem met de restitutie van de bestelling. Dus jullie moeten lekker even gewoon mailtjes terug gaan sturen en om dan vragen. De boeken het wel zelf terug. Nu krijgen ze ook de boekkosten niet terug. En dat vind ik echt onredelijk. Aangezien het een fout niet is. Okay. Dus ik zal hem lekker zo op 170 laten staan. Totdat ze anders met andere informatie komt. Dat is 48 euro verlies. 2, 8. Maar ja, 27 is wel echt heel erg veel. Hè? Ja. Dat gaan we denk ik niet redden. Ik werk niet meer voor gratis. Hoeveel zit je nu? Even kijken. Stel dat we zeggen, we komen uit op 180 kaarten. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel schappelijker is, hoor. 17 mensen die niet kwamen. Ja. 27 is echt te veel. We hebben 4 euro winst gedraaid gisteren. Dat is toch mooi. Nou, daar werken we gewoon lekker voor. Een film die we niet hebben. 1 keer mogen zien. Nou ja, dit wil je ook niet de tweede keer zien, toch? Ik weet niet. Misschien nog een keer stand proberen. Super. Even kijken. Nou, dan komt dat met dat treintje ook wel goed, denk ik. Ja. Ja. Ja, dat is fantastisch. Zitten we al over de 100, jongens. Oeh, nog 2. Nog steeds 2. Voor 4 oktober. Voor 4 oktober. En hoe gaat het met de 13e? 13e, 22 kaarten. Nou, dat is nog niet zo goed. Nee. Oké. Nou ja, maandag, de dag na de filmavond. Ja, het leek me een goed idee en ik had het al even met wat mensen overlegd om het in ieder geval met elkaar te evalueren. Wat er gisteren allemaal is gebeurd. Dus ik denk dat het goed is dat we straks een rondje maken, dat iedereen even zijn zegje kan doen over hoe we het hebben ervaren. Over het financiële. We hebben, omdat het nog niet helemaal duidelijk is hoeveel kaarten we terug moeten gaan storten in verband met de leeftijdsgrens.
Hebben we hem nu op dit moment hebben we hem op 180 gezet. 3 kaarten waren er weggegeven, dus 17 hebben we eraf gehaald die eventueel teruggestort moeten worden. Mocht dat nou wijzigen, ik denk dat het goed is dat jij je mailtje gaat beantwoorden. Zorgen dat we de IBAN en tenaamstelling krijgen. Dan kunnen we het volledige bedrag terugstorten. Want als we het via de eventwebsite terug willen storten, dan krijgen ze de servicekosten niet terug. En dat lijkt me niet echt netjes, want het fout ligt natuurlijk 100% bij ons. Even kijken, nou ja. De kosten, ik leg hem hier straks neer. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat Munira, de acteerlessen er vanaf zijn. Pop-up bioscoop, stoelen, de inkoop, toiletten waren er niet. Welke inkoop? Van de, van de F&B. Ja, dus van, zeg maar, van het standaardpercentage. Die standaardpercentage, ja. Ja. Okay. Ja. Opname, montage, beveiliging, uitgaande van 2 beveiligers, het huren van een rode loper, visagie, de bloemen. De check plus vloei is een pakje neergelegd voor de bezoekers. En de rode slinger plus confetti. Ja, dan komen we uit op... We hebben winst gedraaid. Dat is die oude... 4 euro. 4 euro winst. Ja. 4 euro winst? Ja. En dan heb je die pollies van het moodboard er nog niet bij berekend? Nee, nee. Nee. Er zijn voor de scènes zijn er 5 pollies geschoten. Dus min 1. 5 keer een euro. Min 1. Ah joh, maar we hebben wel een toffe avond gehad, toch? En de bezoekers hebben het ook leuk gehad. Hoeveel munten zijn er eigenlijk verkocht, als ik vragen mag? Even kijken. Entree 623. 623 is het bedrag, dus de helft van de munten. Nee, 623 munten. Oh, 1250 euro ongeveer. En wat hebben we aan merchandise verkocht? 70 euro. Rondleidingen 0 euro. Waar is dat misgegaan? Ja, ik ben het vergeten om munten te vragen. En de helft liep weg en de helft bleef staan. En het ging best wel... Oké. Ja, dat snap ik echt niet. Nee, ik snap dat hebben we al 100 keer met z'n allen besproken, dit. Ja, nou ja, het is gebeurd. Ja, het is gebeurd. Dat is lekker makkelijk, zo. Nee, de avond gisteren was 1 grote blamage. En dan komt dat er ook nog bij, hè? Nou, ik vond het niet echt een blamage. Nee, dat snap ik, omdat jij je niet druk hebt gemaakt. Je hebt hier alleen maar staan zuipen en dansen. Terwijl ik heb niet Utopia... eens gesopen de avond. Terwijl heel Utopia in Rappen. Ik heb niet eens een slokje drank gedronken. Oh, is dat zo? Dat is zeker zo. Ik heb aan de ijsthee gezeten. Mm. Ja. Oké. Okay. Ik kan niet over jou zeggen. Nee, zeker. Nee. Ik heb zeker wijn gedronken, maar ik heb daar wel staan werken. Ja, en jij bent te lui om bij de bar te helpen, terwijl iedereen hier in zijn eentje staat. Maar ik geef je alle kansen voor ik te vragen. Jij, je staat daar heel de avond te dansen. Ik heb niet de hele avond gedanst. Aan welke kanten wordt aan jou getrokken dan? Ik heb de hele tijd, moest ik foto's maken, moest ik met die mee, moest ik met dat mee, moest ik naar Munira, omdat het beeldscherm niet werkte. Je hebt jezelf de taak gegeven, bijspringen waar nodig. Er zijn meerdere mensen die jou om hulp hebben gevraagd, of wil je dan in ieder geval Hiske roepen? En dat doe je dan niet? Hiske roepen? Niemand heeft... En dan zie ik jou... Ik dat heb ik aan jou gevraagd, ja. Omdat Freddy alleen achter de bar stond. Brandon en Dylan kwamen toen aanlopen. Dat was pas 10 minuten later of zo. Freddy stond alleen bij de bar. 10 minuten later, want ik zag Dylan en Brandon zag ik aankomen lopen. Brandon kwam zin, jij kwam als eerste aanlopen. Toen later. Maar Freddy stond alleen bij de bar. Maar blijft wel gewoon dat je niet verantwoordelijkheid hebt genomen die je zou moeten hebben. Nee, absoluut niet. Kijk, er waren momenten, als ik het dan alleen moet gaan betrekken. Ik heb heel veel verhalen gehoord. Maar als ik het alleen moet betrekken op hetgeen wat ik heb meegemaakt, direct met jou. Dan is dat ik naar de rook zou lopen en ik zeg, kan je zo de kassa even overnemen? Nee. Gewoon een nee. Even ja, omdat er ook mensen met mij op de poli wouden. Shell? Toen jij het aan mij dat de argumenten zijn? Stond ik daar te wachten voor een poli. Je ging zitten om te roken. Ja, maar daarna ga je helpen. Kijk, weet je wat het is? Als de argumenten zijn mensen willen een poly met me maken, dan ga ik op markten niet meer werken. Dat zijn toch geen argumenten? We moeten er toch voor elkaar zijn? Ik heb jou vrijdag heb ik je nog gevraagd na de briefing. Hebben we nog een gesprek gehad? Zeg ik, dus als ik je vraag om ergens in te springen als runner, om bij te springen, dan help je. Ja, dan help ik. Nee, je hebt niet geholpen. Nergens heb je geholpen. Mag je even. Maar vind je dat zo? En weet je wat dan? Het is? Dat was de hele insteek ook gewoon van het runner zijn. Laten we daar duidelijk over zijn. Toch? Jij bent ster vanavond, jij hoeft niet te werken. Het is te zot voor woorden, man. Je moet blij zijn dat als je hier een droom uit wil laten komen, dat mensen je gaan helpen. Moet je kijken hoe iedereen voor je aan het rennen is geweest. Dat doet iedereen toch? Voor iedereen zijn droom. Ja, behalve maar jij doet er geen flikker voor terug. Bij jou is het alleen nemen en niks geven. Ja. En ik ben het zat. Ik ben het helemaal zat. Dat is goed. Maar wat vind je er zelf van dan? Want jij kan nooit in dit soort verhalen dan even zeggen van... Sorry jongens, ik had het anders moeten doen. Het is altijd maar, het is goed, het is gebeurd. Ja, dat begrijp ik. Maar
Heel Utopia, zei Rapperuur en madame heeft het gewoon chill heel de avond. Dat kan toch niet? Ja, jij bekijkt. Terwijl, en ik loop ook voor jou, Shelly, terwijl je mij nog geen ene seconde bij die hele film hebt betrokken. Dan denk ik, en dan ga je nog zo met ons om? Ja, ik vind het echt te asociaal voor woorden, echt. Okay. Maar wat heb je daar zelf op te zeggen? Wat vind je daar nou zelf van? Oh, kijk nou. Maar waarom niet? De buiten is binnen, dus nu is het allemaal goed. Iedereen heeft voor je gelopen. De avond is ongeveer goed gelopen en klaar. Niemand heeft... Het was ons evenement, hè? Nee, het was jouw evenement. Ik heb 20 kaarten gekocht. Ik heb 100 kaarten. Je hebt nooit gezegd we. Nooit. Dat heb ik wel gezegd. Ja, omdat je erop aangesproken werd. Dan zei ik van, ik bedoel het niet zo. Het was alleen maar ik, Shell. Ja. Okay. Dit hele evenement draait om Shelly en dat geeft ook voor de rest niet. Je vergeet zelfs Hiske. Zonder Hiske was heel deze avond er niet geweest. Nou, ik heb Hiske gewoon bedankt hoor. Ik heb hem voor zijn boel. Ja, omdat Mariska je daarop attendeert, dat komt ook niet eens vanuit jezelf. Ja, maar het is toch fijn dat mensen me attenderen daarop. Ik kan toch ook dingen vergeten, of niet? Ja, maar jezelf vergeet je nooit. Je vergeet altijd de ander. Maar ja, weet je, zijn er nog meer mensen die iets over het evenement zeggen? Ja, het was het meest waardeloos evenement die we in heel Utopia leven hebben georganiseerd. Nou, ik heb echt een hele leuke avond gehad. Jij, maar we hebben bezoekers waar we het voor doen, toch? Ik wil wel aangeven dat voortaan Team Bar beter moet overleggen. Want ik stond inderdaad in mijn eentje en dat is echt niet chill als er 200 man boem op je afkomen. Dus voortaan moet het even anders geregeld worden. Maar verder vond ik het een gezellige avond met de bezoekers. Ik weet dat dat kwam omdat we toen, men was toen bezig met dat doek, ja. Hè? Ja, en toen kwam ik bij Frenny, heb ik Frenny geholpen. Maar ondertussen is het super druk bij de munten. Ja. Dus dat moet gewoon beter, de taken moeten misschien iets... Ja, we hebben ons een beetje flexibel moeten opstellen toen de planning van de avond ook anders verliep dan we verwacht hadden. Ja. En daar hebben we runners voor. Tuurlijk. En runners springen in waar nodig en die gaan niet lopen dansen heel de avond. Ja. En ondanks dat niet iedereen naar behoren heeft gefunctioneerd, hebben de bezoekers er ook niet echt last van ondervonden. Dus ik denk dat als je hier gisteravond als bezoeker aanwezig bent geweest, niet denkt van joh, wat een prutsers zijn dat. Ondanks dat als we zelf naar onze organisatie kijken, dat wel de conclusies die we kunnen trekken. Ja. De meeste problemen die we ook hebben ervaren gisteravond, dat hadden we van tevoren kunnen zien aankomen. We weten waar de zon onder gaat. En dat was van tevoren ook benoemd toch al? Yes? Ik heb het 's middags wel met Shelly gehad of het wel lukt, het scherm met de zon. Want zei je dat hij het juiste scherm meeneemt. Dus ik heb hier ook nog wat zeggen. En ik met stoeltjes. Ja, ik heb ook gezegd dat hij het beste achter op de korte zijde kon staan. Dan was de zon was aan de zijkant ondergegaan. Op de zijkant van het scherm had je ook geen probleem gehad. En mensen wisten niet eens dat de afterparty de pre-party werd. Dus na de film kwam iedereen hier terug, maar in plaats daarvan mochten ze het terrein meteen verlaten. Totaal geen communicatie. Oké. Okay. Ja. Hoe heeft de rest ervaren? Ik heb heel druk geweest. Die snacks liepen heel hard. Eén positief puntje, de Bami-schijven liepen heel goed. Ja. Yes! Uit de Meersel. Dat is echt goed. Ja, het verkocht. Dus we hebben eindelijk gewoon een vegan snack. Ja, dus het zijn vegan snacks inderdaad. Ja, ja, waren ze vegan? Ja, ja. Dus dat is uiteindelijk gelukt. Hè? Laten we positief zijn. Maar nu liep de friet dan wel weer heel hard. Het is die was op. Heel lastig in te schatten. Ik denk dat dat nu ook kwam omdat het tijdens het avondeten was. Dus mensen willen iets groter. Ja. Vorige keer met het andere feest was natuurlijk, de countdown was later. Het was 8 tot 11 uur. En je had mensen ook met snacks en friet die ze samen namen. Ja. Dan moeten we dan echt naar kijken met de begintijden. Ja. Ja, dit was bij de vroeg. Ja, we hebben het echt heel druk gehad. Ja. Ik zag hier ook gelijk een rij, jongen. Was niet normaal. Ja, wat nu een heel leuk plaatje op gang met heel veel van de kaasvlees en de bami op. Dat vonden ze echt leuk. Het trok ze aan. Met lettertype, hè? Met lettertype nog. Maar zijn er nog meer mensen over dit evenement? Ja, kijk, waar ik me gewoon echt zorgen maakte was Hiske. Ik ben ook echt naar Hiske toegegaan. Die zag ik rennen, vliegen en alles erop en eraan. Weet je wel. En ja, sorry Shell, ik zeg jou ook af en toe Dante en ik weet dat je het drukken. Maar als er ook echt iemand, een runner ook is geweest. Sorry, maar is dat echt een Hiske, hè? Dat moet ik hem wel even benoemen. Dus dat. Ik maakte me echt zorgen om. Ik was aan het rennen, vliegen en doen. Ja, sorry, als je runner bent, doe je dat met z'n tweeën. Dat wil ik even kwijt. Ja, sorry. Ja, dit zijn gewoon de momenten gisteren waarop, als je terugkijkt op de afgelopen periode, dat heel veel mensen tijd en energie in je hebben geïnvesteerd en risico's hebben genomen. En dan is het moment gisteren dat je er even voor iemand kan zijn door een taak over te nemen, is het minimale wat je voor iemand terug kan doen. En het minimale is te veel. En ik weet niet, je ziet ook gewoon toch een groep. Het irriteert mensen. Dus ik kan er ook gewoon niet met mijn hoofd bij.
Kijk, de show draaide ook om jou, Shell. Weet je, het was jouw droom. Maar vergeet niet, weet je, je hebt het ook met Hiske gedaan. En daarom maakte ik me gewoon zorgen. Oké, het is jouw ding, het is jouw evenement, althans van ons allemaal. Jij was de hoofdpersoon, maar vergeet Hiske niet. Maar die was echt aan het rennen. Nee, dat weet ik ook wel, maar ja. Weet je, dat is wat ik heb gezien en daarom ben ik ook naar Hiske toegegaan. Ja, ik had het gewoon te doen. Sorry. Elk gat wat jij laat vallen, dat moet iemand anders weer opvullen. En in dit geval was het de tweede runner Hiske. Bij elke taak die je zelf niet uitvoert, dan dupeer je een ander erbij. En ja, als je dat niet beseft, ja, dan weet ik het ook allemaal niet meer. Ik vind het zelf spijtig dat voor een utopiaans event dat Gerrit en Merel niet waren gevraagd voor een rode loper. Ik bedoel, uiteindelijk is het zelf de keuze of je loopt of niet. Maar ik bedoel, als we zeggen het is een utopiaans evenement, utopia, het is ons evenement, dan moet er ook wel ons zijn. En dan moeten mensen niet vergeten worden. En waar waren ze vergeten dan, Jord? Nou, Merel die is überhaupt niet meegevraagd voor de film of wat dan ook. Manira heeft tijdens de filmavond, dat we de scènes gingen draaien, heeft ze gezegd, oh, maar misschien kunnen we nog een rolletje ervoor je erin gooien. Maar ja. Merel heeft gezegd, super bedankt, lief van je dat je aan me denkt. Maar ik ben in eerste instantie ben ik überhaupt niet gevraagd en ik ben geen tweede keuze. Ja. Gisteren hebben we de briefing gehad. Dat er rode lopers zou zijn. In de eerste zin werd gezegd, utopianen die hebben meegespeeld in de film. In de tweede zin werd gezegd, alle utopianen die dus op de rode loper gaan lopen. Dat betekent dus alle utopianen, alle 15. En dat is voor mij heel erg... ik vind het spijtig dat dan niet alle utopianen, want Gerrit is ook utopiaan, Merel is ook utopiaan, we zijn allemaal utopianen, dat die dan niet op de rode loper zijn gelopen. Maar dat hebben bezoekers ook uiteindelijk gezegd, dat ze het raar vonden dat we niet alle 15 erin zaten. Weet je, dat, ja. Ja, goeie Jor. Bezoekers vonden het schandalig inderdaad. En ik net zo goed. Weet je, ik heb nog best wel, ondanks dat ik echt met zo'n kop liep, weet je, met die polycamera en alles, heb ik het wel naar mijn zin gehad. Maar het zijn een paar van die dingen waarvan ik denk van ja, dit is waarvan ik, ja, waar gaat dit over? Weet je, het zijn persoonlijke dingen, dit, dat, zo. En nou ja, schrijf die persoonlijke dingen, schrijf het verdomme aan de kant. En loop gewoon op die rode loper en laat iedereen ook gewoon zijn moment pakken. Het is jouw filmavond en ook die van Hiske. Het is jouw droom, maar laten we allemaal dan tegelijk die fucking loper lopen. En fucking fabulous zijn. Maar ja, dat is misschien is dat heel naïef of zo, weet je wel, hè, maar... Ik denk niet dat het per se de loper is, maar ik denk meer dat het hele gevoel eromheen is. Van we doen het met z'n allen, maar toch niet. En dan hoeft er niet eens, de loper is dan meer de metafoor daarin. Ja. Je loopt blijkbaar dus niet met z'n allen. Ja, ik vind het jammer, ik vind het spijtig. Wat is eigenlijk de reden voor Shelley? Van wat? Nou, dat Ger en ik nergens bij betrokken zijn. Althans, Ger uiteindelijk op eigen initiatief heeft gezegd, maar dat vooral ik echt bij helemaal niks betrokken ben door jou. Geen reden eigenlijk voor. Ik heb op het laatste moment heb ik ook de andere utopianen bij de laatste scène toegevoegd. Omdat Munira dat zei. En ik heb ook met Munira heb ik een... Ik versta het niet. Ik heb met Munira wel besproken om jou erbij toe te voegen, maar ik ben eigenlijk niet meer naar je toe gelopen. Maar wat vind je daar zelf van? Ja, het is wat het is. Ja, de conclusie die ik eruit heb. Maar het is alleen maar, het is wat het is. Het is gebeurd, we kunnen er niks meer aan doen. Ja, maar waarom kom je er nu mee? Waarom kwam je ik er ben, ik heb tot het laatste moment... Jij loopt naar iedereen toe, behalve naar mij. Nee, ik heb tot het laatste moment heb ik afgewacht van wat gaat Shelley doen? Hoe gaat ze die rode loper aanpakken? Hoe gaat ze het met die scènes aanpakken? Eerst waren er nog een paar niet gevraagd, die heb je erbij betrokken. Ik dacht, ik wacht dit gewoon heel rustig af. Totdat Munir, of eerst, Maris vraagt de 24 uur aan. Dat jij als de doods bent, dat je dus geen niemand meer hebt die moeder kan spelen. Dan moet ik in één keer opkomen dragen, maar dan kan je er ook in stikken. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Heb je geluk dat Maris blijft? Dan komt Munira op de draaidag naar mij toe. Joh, Meer, ik vind het vreselijk. Ik hoor nu pas dat jij de enige bent die er niet bij betrokken is. Dit is een utopiafilm, ja. Moeten we met z'n allen doen. Dus wil je er nog in? Maar dat hoor jij toch te doen. Jij moet toch naar mij toe komen. Met die rode loper gisteren moet jij toch naar mij komen. Ik toch niet naar jou? Zijn al deze mensen...
gevoel hebben die jou geholpen hebben. Dat vind ik het erger ervan. Hey joh, dit moeten we ook nooit meer doen. Maar weet je wat ook het ding is? Dus hij komt er in dat opzicht altijd wel makkelijk mee vanaf van joh, ja is prima, nou hou er maar weer over op enzovoort enzovoort. Maar dat is elke keer zo hè, dat is elke keer. En dan is Shelly heeft een hartstikke lief gezichtje en dan gaan we daar maar weer op uit en dan nou, is allemaal wel weer prima. Ja. Ben je ook een paar keer ingetrapt? Ja, maar het is hetzelfde als, ik zei tegen haar, je moet even een bedankje doen met bloemen, weet je. En nu is ze de fysicist ook vergeten, die heeft dus geen bloemen. Ja, dat zeiden wij nog, Ger. Tegen mij. Wij staan dat zo maar te kijken. Wij dachten, dit ga je toch niet menen. Hij gaat daar gelukkig achteraan, want hij stond bij ons, aan onze kant, zeg maar. En ik had gezegd, je moet bloemen voor de jongens regelen. Die hebben geholpen en ook voor Hiske. Ja. Dat heeft ze gelukkig gedaan, daar ben ik echt blij mee. Maar ja, dan de fysicist, weet je, ja, dat, die moeten we, Hiske ging proberen erachter te komen. Ja, die is ook een hele dag. Ja, maar dan naadsturen. Dat is natuurlijk, ja? Ik snap dat we dat gaan proberen, maar dat is natuurlijk vreselijk. Ja? Maar wat manieren zeggen, is ook niet helemaal fair. Wat? Toen ze binnenkwam, ben ik gelijk koffie aangeboden, alles. Ja, maar ze heeft niet het gevoel ook, als welkom gehad als ze de keren hiervoor bij ons binnenkwam. Ja, en dat is wel haar gevoel. Vind ik het niet wel als ze zegt, het is niet welkom en het eten niet. Misschien bedoel ze als groep, hè? Ja. Ja. We zijn natuurlijk totaal niet als groep geweest, hè, nee. Gisteren. Ik heb haar later ook gezien. Komt. Als ik naar haar toe ga, wil een kop koffie, klop gelijk met die gasten willen wat drinken. Ze komt toe, oh, willen ja, maar het was voor haar een ander gevoel en dat gaf ze ook aan. Voor het eerst voelde ze ook een hele andere sfeer hier op het trein. Weet je, ja? Ja, ik snap het wel. Welkom voelen vind ik dan wel een heftige uitspraak. Ja. Ik dan niet netjes. En zij had de trailer ook bij de trailer gelijk met haar gehad, heeft ze aangegeven. En toen heeft ze daarna meteen een correctie erin geplaatst. Dat is erin kwam. Daar was ik ook. Shelly! Ja, en ik moet hier daar, ja, haar naam ook. Maar ja. Dingen hadden gewoon anders gekund. Maar het is wel een beetje heftig. Ja. Ik weet het niet, jongens, maar wat vind je weet je, ik vind eigenlijk, Shelly wordt wel nu als enige aangepakt. En ik vind dat, ja, ik snap het wel. Maar ik heb wel zoiets van, jeetje, gewoon de hele groep valt over haar heen. Nee, maar dat komt wel door jezelf, hè? Ja. Het is alleen maar, ik zeg niks, ik weet het niet. Terwijl je ook gewoon het gesprek aangegaan, dan wordt iedereen alleen maar boos. Andrea, ze zegt gewoon keihard nee, hè. Dat ik haar heel vaak achter de bar, dat Frenny daar stond. En jullie waren er ook nog niet, en ik gooi dat erin. Maar kun je ook eens een keer objectief in de situatie staan? Het is altijd maar... Oh, Shelly, ja, oh, altijd Shelly maar een beetje verdedigen. En dat is elke keer weer zo. Als er iets verkeerd of Shelly wordt gezegd, duik jij er gelijk bovenop. Van, oh ja, beschermen, beschermen. Maar laat ze haar eigen fucking verantwoordelijkheid eens nemen. Want zij is eindverantwoordelijk voor het hele feest. En het is gewoon een blamage. Ja, super. Maar nu ga je in één keer droppen van, oh, zijn we niet te hard geweest voor Shelly? Nee, dat heb ik niet gezegd. Oh. Alleen dan kom je de groep valt in één keer over. Nee, maar wat je vaak hebt gezegd is dat we het allemaal Shelly niet gunnen enzovoort. Ik gun uit haar het meeste. Ja, dit of zo. Dat heb je wel gezegd, dat mensen het haar niet gunnen. Maar het hele ding is, we hebben nu een evaluatie over haar film, dan om het even zo te zeggen, haar evenement. En al onze problemen, dingen waar we tegenaan lopen, boeit haar niet. Nee, dat vind ik ook echt heel erg raar dat ze op zo'n manier reageert, tuurlijk. Maar kijk, en op een gegeven moment, het is ook uiteindelijk een soort van gunfactor. Ik bedoel, als het jouw hoofdevenement is en jij bent de hoofdrolspeler en het is jouw droom en we hebben de evaluatie en je zegt, ja, het boeit me niet. Ja, dat vind ik een hele rare reactie. Dan wat verwacht je dan nu? Ja. Weet je? Ja. Ik bedoel, iedereen heeft wel voor je gelopen, hè? Ik bedoel, ik ben als een malle band het polis gaan maken. Frenny heeft alleen achter de bar gestaan. Iedereen heeft gewoon gewerkt. Ja, weet je, vraag één keer om hulp en dan is het antwoord nee. Dan denk ik bij mezelf van, kijk hoeveel moeite wij doen. Mm-hmm. Wij doen heel veel moeite voor haar. Maar het wordt niet terug geïnvesteerd. En dat is, is kwalijk. Ja? Ja. Dylan kan bij ons ook aan de bar staan. Ik heb met jullie snacks staan bakken, bij de bar gestaan. En bij de mensen was het ook druk. Ja. Ik kom even zo. Je weet hoe ik ben het proberen. Weet je bijvoorbeeld Milena toen met Lady Galore? Ja, ik weet het niet. Ik vraag Milena niet vrij, omdat ik weet... Misschien heb ik wel gewoon een zwak voor haar ook. Dat is uit jouw oogpunt. Ik ben daar niet voor. Ik kan me best voorstellen, want als je hier staat... Ik vind het ook echt heel tof. Je krijgt een hele rooi over je heen. Ja, ik vind het wel heel ik ben echt wel blij voor haar dat zij een leuke avond heeft gehad, echt waar. Want het ging toch een beetje om haar, weet je. Maar we zijn ook een team en we moeten het met z'n allen doen. Ja, maar het is ook niet netjes dat ze dat heeft gedaan, absoluut niet. Dat er anderen onder lijden. Ja, ik ben bijgesprongen. Ja, jij bent ook bijgesprongen, weet je. Dus het kan gewoon niet. En ik ben helemaal blij voor haar dat zij een leuke avond heeft gehad. Maar het is niet de bedoeling dat er anderen onder lijden. Dat moeten we gewoon anders gaan aanpakken. En vooral als voordat we min 1 euro winst hebben, ja. Dat is ook niet echt best, denk ik. Kan ook niet de bedoeling zijn, maar... Nee.
En ze zegt niet dat ik het haar misgun, want ik gunde haar die avond. En ik ben blij dat ze het leuk heeft gehad, maar de rest blijkbaar niet. En dat vind ik heel kwalijk. En als ik dan nou eerlijk gewoon zeg van, joh, interesseert dit gesprekje wel? En dan zegt ze nee. Dan denk ik, nou... Lister, ze hadden ook jou en Gerrit het kunnen laten presteren in het begin, zeg maar. Weet je, even een verhaaltje gedaan en klaar. Jij hebt er zelf voor gekozen om niks te doen, hè? Nee. Hoe bedoel je? Wat is je probleem, Alex? Nee, wat hij net zegt. Dan moet je gewoon een keertje rekening mee houden. Dat heb je gewoon gezegd. Ik ben nou een beetje zat. Praat gewoon voor jezelf. Nee, maar je moet gewoon mijn mond houden, want anders wordt het too much. Mee praten. Blah. Ja. Ja, dan zeg je van joh, hier doe ik niet aan. Ik zou in eerste instantie ook in de tent blijven. Ja, dan hoor je dat het leuk is. Dan ben ik erbij gewoon nu om de mensen die een keertje komen voor de laatste keer komen. Voor de laatste keer komen. Ik heb met jou ook nog gesprek gehad of je wel een rondleiding wilde doen, maar dat wilde je ook niet. Nee, maar ik ben niet voor de bezoekers. Ja. Ja. Vind jij het dat jullie dit zijn? Ik ben alleen maar gaan werken omdat Had je dat verwacht dat ze dat zou zeggen? Misschien wel in de lijn van verwachtingen, ja. Natuurlijk, dat hadden we hartstikke leuk gevonden. Dan is het toch eigenlijk niet zo gek? Ik bedoel, we weten toch allemaal een beetje hoe ze reageert. En je zag aan haar hele houding ook al dat het er niks interesseerde. En dat ze zei, ja, prima joh, als jullie dat vinden. Ik snap dat je het raar vindt, maar we hadden het eigenlijk allemaal verwacht dat het haar niks boeide, wat we hier deden. Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik. Daarom zei ik ook van. Dat weet ik verder niet. Daar ga ik me niet over uitweiden. Ik heb niet achter de bar gestaan, maar. Ja. Alleen ze wordt in een hoek gedreven. Dat de enige manier is om daaruit te komen is gewoon voep. Ja, en los land erover. Ja. Maar waar heb ik het gedaan? Ja, ik heb mijn best gedaan hoor. Maar... Nee, ja, maar ja, jij kan je ook niet in tweeën delen. Daar begint het allemaal, hè? Oh. Ja, als er eentje dan zijn werk... Er zijn ook wel echt wel dingen gebeurd. Ja, en weet je, ik vind het heel moeilijk om hier nu hier te reageren. Ik weet niet zo goed wat ik hier verder mee moet. Oh jee, je bent hier ook wel veel te gevoelig voor, hè, Lex? Ja, zo boven. Als er eenmaal mensen met woede zijn, dan voelt Lex dat gelijk en dan wordt ze gelijk helemaal volgepompt met woede. Ongelooflijk. Nee, het geeft ik niet, maar ik vind het mooi om te zien. Ja. Maar even, ik had naar Shelly moeten gaan, maar gewoon hoe je het filmt. Gewoon zo zeg. Hij heeft het goed gehoord. Altijd van, als Shelly in het probleem komt... Zit zij daar direct bovenop? Direct. En dan zit altijd een beetje goed te praten. Allemaal een beetje van: oh nee, dat is prima, laat het zo doen. En oh nee, maar zo erg is het toch allemaal niet. En gisteren ook, ik zat achter de computer. Ik zei: er zijn heel veel mailtjes binnengekomen over dat, dus de 16 plus. En toen zei zij van: nou, dat vind ik allemaal niet zoveel. Terwijl ik denk voor jou, het is al fucking erg dat je niet doorcommuniceert. En dat je het zelf ook niet eens regelt. Uiteindelijk, en Jens, ik ga naar haar toe en ik spreek haar aan. En ik zeg van, jij hebt ook nog aangesproken? Ja, ik heb haar aangesproken. En toen zat ze in de tattoo shop. Ik zeg van, misschien is het nu handig, dat is 3,5 uur van tevoren dat het evenement gaat beginnen. Dat jij nu even die mailtjes beantwoordt. Ja, tuurlijk. Maar toen zei ze... Ja, doe ik zo. Ik zei, nou, ik zou het nu doen. Ja, tuurlijk. Mensen komen misschien uit Limburg. Ja, die zijn hier onderweg. En dan, oh, ja. Maar hier, ik heb dat ochtends, ik heb dat de dag van tevoren tegen haar gezegd. Ik heb het die ochtend, bedacht ik me ineens van, oh ja, mailtjes wel. Jij hebt dat uit het raam nog geschreeuwd of zo. Ja. Ik heb dat uit het raam geschreeuwd. Ja. En toen heb ik haar vervolgens beneden, toen had ik eventjes, was ik even naar mijn huisje gelopen en toen had ik gezien... Die mailtjes, zou ze die al beantwoord hebben? Heb ik haar gevraagd. Zei ik, Shell, ik had je gezegd dat die mailtjes binnen waren gekomen. Heb je die al beantwoord? Mailtjes? Je hebt me helemaal niet gezegd dat de mailtjes binnen zijn gekomen. Oh, dan ben je weer gek. En ik zei van, nou, dan heb ik niet gezegd dat de mailtjes binnen zijn gekomen. Maar er zijn in ieder geval mensen die hebben gemaild over dat zij kaartjes hebben gekocht. Alex. Maar niet hierheen kunnen, omdat het nu 16 plus is. Irritim. Zou je die niet zo, oh ja, dat ga ik gelijk doen. Nee, aan Andrea. Dus dat heeft ze dus niet gewoon niet gedaan. Alleen maar Shelly te verdedigen. Alleen maar. Ja, maar daarom werd ik net weer boos. Ja, nee, dat snap ik. Weet je, en ik heb het thuis, toen ik thuis heb ik het ook continu gezien. Ja? En ik heb het laatst, toen heb ik ook een issue met het gehad van, je moet niet elke keer mailen.
gebeuren. Nee. Weet je, want ze doet het gewoon weer. Ik ben het gewoon zo zat. Maar ze doet zelf niks anders, hè? Zelf zit ze zo. Ja. En dan alleen Shelly verdedigen. Voor de rest heeft ze geen karakter, hè? Want ze had het ook kunnen vertellen toen Shelly hier nog was. Ja? Daarom zei ik al, waarom moeten we haar nu tekst naar uitleg aan Andrea geven? Maar Lex, waarom denk je dat zij er nog bij zit? Ja, waarom luisteren? Om alleen maar te luisteren. Ja. Het is altijd hetzelfde. Ja, ook bij andere ruzies en discussies die over Shelly gaan, staat ze er gewoon zo bij. Zo. Ja, en zo meteen wordt alles besproken. Let maar op. Ja, tuurlijk. Maar ik gaf die rondleiding ook. Het is even, dit is het huis van Shelly en Andrea. Oh, het roddelhuisje van bij het publiek. Ja. Dat zijn allemaal kleine dingetjes. Ik slaap ze allemaal op en denk van, ik maak er een grapje van. Maar ik neem het wel mee. En alles wordt besproken in het huisje. Alles wat Andrea hoort, wordt altijd besproken. Zo kostmissig van. Ik dacht dat ik de enige was. Ja, nee, ik word er gek van. En het is alleen maar keer op keer. En gisteren ook kwamen allemaal mailtjes van die 16-plus binnen en 18-plus, ja, wat is het nou? En toen zei ik van, er zijn heel veel mailtjes binnengekomen. En zegt zij in één keer van, maar het zijn niet zoveel. Oh, dat valt best wel mee. Alleen maar alles een beetje temperen. Daarom werd ik echt zo kwaad net, weet je wel. Ik denk, met zo zacht. Maar spreek het ook naar haar uit. Heb ik het gedaan? Ja? Heb ik het toch gedaan? Ja, ik weet het niet, ik was er niet bij. Ja, maar ik wil even haar niet om me heen hebben. Nee. Want ik moet even, laat me even bekoelen, want als ik echt boos ben, ben ik heel boos. Ja, dat snap ik. En ik wil er voorlopig helemaal even niet om me heen hebben. Ja, maar ze komt er altijd heel makkelijk mee weg. Ja, maar en ik heb het ook niet heel vaak tegen haar gezegd. Dus ik zou het ook hartstikke chill vinden als andere mensen dat ook een keer doen. Met andere. Daarom zeg ik al, weet je, ze had zelf de mond open kunnen trekken. Het is altijd maar, maar ze wil zielig worden. Hé, luister, dan had toen Shelly was, had ze ook de mond open kunnen trekken. Ja, maar doet ze niet. Dus het is alleen maar, luisteren en ouwe aan wat er wordt gezegd. Ze zit alleen maar te repareren. Alleen maar van, maar dat valt toch allemaal best wel mee. Ja. Oh, is prima, dit en dat. En de woordvoerder van Shelly is het. Maar luister, dat wordt nu besproken weer. Natuurlijk, ze zit daar toch alleen maar om mee te luisteren. Ze zit door te vertellen, kom op zeg. Het is zo hoor. Natuurlijk, vraag aan Gerrit. Ja, ik doe die rondleiding ook. Hoor, moet Mark. En dan krijg ik, dat is het huisje van Andrea en Shelly. Oh, het roddelhuisje. En dan denk ik, daar maak ik een grapje van. Maar dat is het wel. Alles wat er gebeurt, Andrea zit ook niet voor niks. Gewoon hier nog een beetje zo, een beetje mee te luisteren. Dus alleen maar te luisteren, alleen maar te vissen. Wat hoor ik allemaal. En dan als er is ze mogen te horen, of niet? Alleen maar te repareren. Van, dat is helemaal niet zo erg. En, het is wel zielig voor haar, hè. En zulke dingetjes. Ja, ik weet het niet. Ik irriteer me. Maar ik irriteer me. Nou, ga jij even op over. Ik keek me een beetje aan. Maar jongens, wie is Andrea nou eigenlijk? Wat doet ze hier? Maar dat is echt zo. Heeft dit eigenlijk te betekenen? Ze kan alleen maar iemand anders verdedigen. En voor de rest hoor je haar niet. Nee, hoor je niet. We vergaderen het ook. Daarom dat Jordi gisteren zei, neem een slokje zichtbaarheid. Ik ging grappen. Jammer, ze is helemaal niet zichtbaar. Maar weet je wat ik me dan... ik zat mezelf dus ook de vraag te stellen. Waar komt het nou vandaan dat het gewoon keer op keer hetzelfde is bij Shelly? Maar dat heeft dus... We hebben net het praktijkvoorbeeld gezien. En dat is de mentaliteit van... Ja, maar het is al gebeurd. Ja, ja. En door die mentaliteit, kijk, een ieder ander, denk ik, die zit hier in deze situatie, die denkt, ik heb magistraal opgefokt, dit wil ik niet meer laten gebeuren. Dat zou een gezonde gedachtegang zijn, hè. En dan zeg je, jongens, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt? Want dit is niet best inderdaad. En dan neem je informatie op en dan denk je, en dan overleg je nog met wat mensen en dan zorg je dat je de keer daarna een beter product aflevert. Maar het is keer op keer hetzelfde, want het boeit er geen flikker. Ja, ik heb het zelf hetzelfde. Ik heb er van tevoren ook gezegd, van, ik vind jou niet oprecht en ik vind jou fake. Dat heb ik letterlijk in haar gezicht gezegd, omdat ik het ook vind. Want er zit totaal geen echtheid aan. Nee, ik weet het. Ik weet het. Daarom werd ik ook zo boos. Ben ik een beetje uitgelachen en werd er een grapje van gemaakt, maar het is wel zo. Ja, ik vind haar, mijn vriendin wordt er buiten echt zeker niet. Nee joh. Zeg haar, ik heb een website voor je opgeschreven, waarom heb je die rode loper als je binnenkomt, hè? Een week van tevoren, dan rol je dat ding toch uit, lijkt mij, of niet? Nee, en dan zegt ze tegen mij, ik heb dat allemaal niet meegekregen dat jij dat aan mij hebt aangegeven en hebt opgeschreven. Ik zeg, ik heb het duidelijk op je eigen papier van de film geschreven. Maar dat weet ze allemaal niet. Maar alles alleen doen, weet je? Ja. Ze heeft geheugen. Wij zijn anders, hè? Ja. Van wie? Ja. Ik vind niet luisteren. En dat was ook bij me, toch? Ik vind het wel mooi. Dat je een mooie uitspraak hebt en dat je dan een eigen leven. Normaal doen, maar echt. Ja. Je moet er een beetje omheen leren leven. Ik ga er omheen lopen, want ik vind haar echt niet. Ik ben er ook aan gefrustreerd. Oh. Vandaag één al dat ze hier was. Ik heb er niet voor gezien.
Gerrit en ik voelen gewoon precies hetzelfde. Alleen ik heb het al wat eerder uitgesproken. Ja. You're the winner in this case. Nou, ik hoef maar ik ben niet snel boos. Nee, maar als je boos bent...